financieel resultaat van de Rabobank over 2016 laat een lichte daling van netto winst zien. Als je echter kijkt naar de onderliggende ontwikkelingen, dan hebben we een stijging van ruwweg 14% naar bijna 4 miljard. Dat wil eigenlijk zeggen, de onderliggende activiteiten en de prestaties gaan goed. Op ieder van de bedrijfsonderdelen zien we een stijging van de onderliggende winst. Dat komt door eigenlijk drie factoren. 1. Ruwweg blijven de inkomsten op niveau. De kosten zijn gedaald en de kosten kredietverliezen zijn fors gedaald. Dat is echt een effect van de economie waar we nu in zitten. Netto levert dat, in de gezamenlijkheid levert dat op een stijging van het bruto resultaat en een lichte daling van netto. Misschien nog één ding toevoegen. Het verschil tussen die twee komt door eenmalige factoren en die zijn vrij fors dit jaar. De ontwikkeling waar wij zelf erg op gericht zijn geweest, strategisch gezien klanten meer tevreden maken, focus op klanten, balans en kapitaalratio's verbeteren en operationele prestaties verbeteren. En eigenlijk zie je dat op ieder van die drie opmerkelijke ontwikkelingen. Klanten laten aan ons weten dat ze meer tevreden zijn met wat we doen. Producten eenvoudiger, digitale dienstverlening makkelijker. En belangrijker nog, hier in de lokale bank, dicht bij die mensen in de gemeenschap acteren. Positieve ontwikkelingen in klanttevredenheid. We hebben niet veel banken gesloten. We hebben juist gezegd, we willen dichter bij de lokale gemeenschappen zijn. Dit is ook een kantoor wat omgevormd is, dicht in die lokale gemeenschap, hier van Aalsmeer. 1001 contactpunten noemen we dat ook. Op allerlei manieren zijn we dichterbij gekomen het afgelopen jaar. Met mobiele contactpunten, met advies bij mensen thuis, maar ook door dit kantorennet. Wij zullen en blijven het grootste kantorennet van de banken in Nederland hebben, waardoor we dichtbij blijven. In het afgelopen jaar hebben ruwweg 5000 mensen de bank verlaten. Dat is een enorm aantal. We begeleiden ze daar intensief bij en we zien eigenlijk dat het deel wat niet de begeleiding kiest voor een deel uit jongere medewerkers bestaat, die vinden vrij snel een nieuwe baan. Voor een deel ook uit ouderen die zeggen, ik gebruik dit moment om een verandering in mijn leven aan te brengen. De mensen die we begeleiden, die zien we weer dat we die bijna 2/3 vrij snel een plek kunnen laten vinden in de regio of op een andere manier werk vinden. Dus eigenlijk die intensieve begeleiding, die gaat goed. Het blijft een heel pijnlijke ontwikkeling en dat zien we ook weer terug in de medewerkersbetrokkenheid in het afgelopen jaar. En ook daar zijn we mee aan de slag. Ja, hypotheek in een week is een hele mooie vernieuwing die we hebben aangebracht. We kunnen klanten nu in een week voorzien van een hypotheek als zij ook aan hun kant daaraan meewerken. En dat hebben we in de markt gezet. Hij heeft ook een prijs gekregen. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Maar we zien belangrijker nog dat klanten daar heel tevreden mee zijn. Het werkt in onze versterking van klantfocus. Tevredenheid van klanten. Daar hoort ook bij dat je ze snel levert als ze dat nodig hebben. Amerika heeft een nieuwe president, Trump, die bezig is zijn beleid voor te bereiden. Het is eigenlijk nog onzeker wat hij uiteindelijk op een aantal terreinen wil. Daar wachten we ook op af. Wat zou het gaan worden? Hij heeft ook een aantal uitspraken gedaan over banken, waaronder dat die regelgeving belastend is. Het klopt dat wij echt heel veel regelgeving over ons heen hebben gekregen. Maar dat is een reactie geweest op de financiële sector waar we doorheen zijn gegaan. Wij omarmen die zoals ze nu zijn. We vinden ook dat dat nodig is. We kijken ook wel eens een beetje naar de onderlinge vergelijkbaarheid tussen bijvoorbeeld een verzekeraar en een bank. Het moet wel gelijk zijn, maar door de bank genomen is die regelgeving het doel wat wij ook zelf willen als Rabobank. Brexit is een van die ontwikkelingen in Europa die onzekerheid geeft aan de toekomst van Europa. We krijgen nu verkiezingen in een drietal landen, waaronder Nederland. Die maakt dat wij ook onzekerheid hebben over wat is die ontwikkeling op lange termijn. We moeten ons daarop voorbereiden. We hebben wel aangegeven, ook als Rabobank, dat het belang van Europa enorm hoog is voor Nederland, de economie van Nederland, de waarde van de economie van Nederland. Nederlandse bedrijven die exporteren en in de wereld ondernemen. Wat we vooral doen is de transparantie geven over wat gebeurt er nu precies en wat betekent dat voor de economie en voor onze klanten.